Oh, rustig. Auw. Dat gaat over de boete. Ziet hem lachen. Dat zal ze niet meer lachen, hè? Hoppa. Hoppa. Hey, en welkom bij Belege Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we maar eens beginnen. Als je stuurt, dan stappen. We zijn partners, weet je nog? Waar jij bent, ben ik. Denk dat? Mij is dat securities. Beveiliging. Och, we mogen binnen. Dus wat gaan we hier doen? Dat is goed. We gaan op zoek naar Gordy. Dat weet ik niet. Kramer? Die rijke bobo van Kramer Construction? Nee, zijn zoon. Denk je dat hij de Origami-killer is? Voorlopig wil ik alleen maar wat vragen aan hem stellen. Vragen stellen? Oké, we gaan vragen stellen aan die persoon. Maar wel een groot huis en die tuin aan mijn potten. Als je die moet onderhouden, dan is er een week mee bezig, denk ik. Ga die hagen moet scheren en zo, en die takken moet snoeien. En mij. Wel schoon otters voor de deur, hè? Drie schoon ot. Nee, drie. Mij. Zeker een feest. Met zoveel otters. En mij. Ik ken ook wel veel otters op die perkingen. Zomaar eens binnen gaan. Allee. Nou, eindelijk. Oeh, daar staat een vrouw te dansen. Wat een huis! Kramer is vast steenrijk. Ja, wat zou al deze bling bling wel niet hebben gekost? Daar hebben we het later. Dat wil ik niet weten. Blijven we hier nog lang? Ik krijg de kriebels van het huis. Ik ga op zoek naar Gordy Kramer. Jij blijft hier in de kut. Oké? Okay? Maar dit is precies dat. Okay. Oké. Ik denk dat hij boven is. Goed. Hi, ik kom voor Gordy. Gordy wil nu niemand zien. Rot op. Kopen. Hey, dit is meneer Franklin en van hem mag ik naar boven. Hou je je bek als ik die portemonnee door je strot ram? Rot op. Ik ben niet te koop. Oké. Okay. Rustig, dan wou ik u geld geven en dan wil het niet. Hoe dan? Koppen knallen. Koppen tegen elkaar knallen. Verleidelijk, maar niet zo slim. Er zijn te veel gorilla-achtigen in de buurt. Ja, en als die beginnen te vechten? Toch. Ik denk je toch ben. Kan ik net zo goed een drankje nemen. Dan zullen we dat eerst eens doen. Zullen we wat gaan drinken, hè. Oh, we mogen niet gaan drinken, of wat? Ah, jawel, toch wel. Moet het alleen nog wat zeggen. Whisky. Whisky, straight up, en ijs. Wat, whisky met straight up en ijs? Amai, en ik heb nog rijden. Hoe het? Toch op drinken. We zijn de police, we mogen alles. Allee, privé directieve. Maar zo, nee, maar eens naar boven gaan. Afleiding zorgen. Hoe gaan we dat doen? Ah ja. Hier de vrouw vragen. Afleiding. Gordy bewakers. Nee, Lauren. Hij is boven. Er staan twee gorilla's in de weg. Moet ik dat voor je regelen? Ja. Wat wil je dan doen? De knock-out slaan met een paar pups? Laat mij dan maar. Maar kom wel meteen in actie als ze weg zijn van de trap. Oké, dat is goed. Zo direct in actie schieten. Hè? Ja, gezegd is gezegd, hè. Maar dan ga ik beginnen te dansen.
Oké, die heeft toch geen kick. Die is misschien homo. Ten deze wil het wel afkomen. Allee, die wil net toch afkomen. Maar dat mag niet. Punk. Zonder dat ze dat naar boven gaan zetten. Merci. Zonder dank. Oh ja, we zijn naar boven. Voilà, dat is alles geluk. Is alles goed met je? Nee. Die heeft niks gedronken. Maar zoek maar allemaal uit. Dan zit ik boven. Maar waar is hij? Vinden. Ergens dan. Ik moet Cordy Kramer zien te vinden. Ja, waar gaan we het hier vinden? Hier is het al zo groot als. Als ik naar beneden zie, ze. Maar daar stond weer een aan de paal te dansen. Had hem die paal niet gehaald, dan lag hem met zijn klikken en zijn klakken op de grond. Wat zeg je beneden, maar het is al beneden. Sterk spul die drink. Die meisjes. Je Kramer? Het leukste stuk. Toxe stuks. Met twee kiekjes. Mijn naam is Scott Shelby. Ik ben privédetective. Ik doe onderzoek in de zaak van de Origami Killer. Ik zou u wat vragen willen stellen. Die antwoord niet zo. En als je geconcentreerd op weer aan het zien. Naar die kiekjes. Ja, ik zeg, je moet wel antwoorden. Zet een tv af. Komt precies ook uit je tv. Of is dat die kaarts? Volhouden. Ik wil graag precies weten wat er is gebeurd met Joseph Brown. Pleur op! Dat wil ik ook weten. Sodomiet er een eind op! Hoe zit hier die meisjes, zeg? Germe. Wat wil je van me? Dat wil ik er mee aan, hè? Beschuldigingen. Kleine Brown in jouw limousine stappen. Dat was de laatste keer dat iemand hem zag. Nou, ik weet dat je gearresteerd en verhoord bent totdat je vader de telefoon pakte en het dossier werd gesloten. Wat ik wil weten is, wat is er echt gebeurd? Gewoon zo dat ik zeker weet dat jij niets te maken hebt met de Origami Killer. Begrijp jij wat ik bedoel? Ik begrijp het wel. Ik bood hem een lift naar huis aan. De politie kwam, ik heb uitgelegd dat het een misverstand was en mocht gaan. Einde verhaal. Een stuk minder spannend dan je dacht, hè? Ik geloof er geen knijt van. Oké, dus jij brengt kids naar huis die toevallig de weg kwijt zijn, pal naast je limousine. Kom op zeg, vertel eens iets wat ik wel kan geloven. Ja. Zoals je wilt. Ik ben de Origami Killer. Echt? Ik sleur jongetjes mijn auto in en verdrink ze in regenwater. Daarna dump ik ze op een leeg terrein met een origami figuurtje in hun hand en een orchidee op hun borst. Dat doe ik omdat ik me verveel, Shelby. En dit een creatieve, originele manier is om mol te trappen. Is dat voldoende? Daar geloof ik ook heel geknijd van. Of wil je meer? Ja, ik wil meer. Dit interview is voorbij. Serieus? Verlos me van oei, deze gek. De bewakers staan er terug. Hey, rustig tegen mij, helemaal. Oh, rustig. Au. Daar gaat over boeten. Ziet een lachje. Zal ze niet meer lachen, hè? Hoppa. 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 Au. Nog een. Is een klote. Voilà. Hoppa. Hoppa. Oei. Jij ook? Oh.
Donk. Oei, die tafel kapot. Wel een zacht landing. Allee, zacht. Als je in het glas valt. Voilà. Oei, die kader moest niet weg. Voilà. Je speelt een gevaarlijk spelletje, Kramer. Weet je wel, je mijn heel gevaarlijk. Is. Nee, ja. Hij hoeft maar met zijn vingers te knippen en jij wordt morgen niet meer wakker. Dat is een bedreiging. Je bent degene die bang moet zijn, Shelby. Niet ik. Daar gaat hij nog voor poeten, zijn meneertje. Ik ben nu aan de weg. Salut. Oké, je gaat dan weer naar die kiekjes zien. Oh my god. Ik snap niet wat dat grappig aan is, alleen. Aan de kiekjes. Maar ik geloof er eigenlijk niks van eigenlijk. Dat stok in de kranten en zo en ik weet het eigenlijk niet. Maar ja, wat denken jullie? Laat hier in de reactie achter als jullie, wat dat jullie denken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Laat alvast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En tot in de volgende schiet of horror game. Dag.